Het is nu bijna een jaar geleden dat de Occupy-beweging aan een opmars begon. Er is sinds oktober vorig jaar een hoop gebeurd. Een Beursplein is een documentaire die laat zien wat zich gedurende 7 weken heeft afgespeeld op het Beursplein in Amsterdam. Een documentaire gemaakt door Sarah Blom. Sarah Blom, we staan hier vandaag op het Beursplein in Amsterdam omdat hier een jaar geleden voor jou een bijzonder project is begonnen. Kun je ons meer vertellen over dat bijzondere project? Ja, er is een protest georganiseerd dat niet alleen in Amsterdam plaatsvond, maar ook wereldwijd in steden. In navolging van Occupy Wall Street. En de leus daar is de 99%. En dat gaat erover dat er daar een groeiende groep mensen is die het gevoel heeft dat ze sociaal-economisch buitenspel worden gezet. Omdat ik zelf een leek ben als het over Occupy gaat, ben ik misschien wel de aangewezen persoon om met de maakster van deze bijzondere documentaire het gesprek aan te gaan. Ja, uiteindelijk kwam jij met het idee van ik wil hier iets mee gaan doen. Ja. Wat ben je gaan doen? Ja. Nou, ik was in de tijd dat het in New York bij Wall Street heel erg op mars kwam, was ik op zoek naar een onderwerp voor een nieuwe documentaire. En ik volgde een beetje online wat er daar gebeurde. En toen las ik dat het hier plaats zou gaan vinden. Toen dacht ik, ja, hier moet ik bij zijn. Want voor mij, ik denk dat voor mij Occupy op dat moment over iets breders ging in ieder geval dan de bancaire sector. Waar ook wel veel natuurlijk mee. En ben je er niet te snel in gestapt? Was het niet een impuls die je misschien gevolgd hebt en dat je later dacht, oeh, er komt wel heel veel op me af? Ja, dat wel. Het was zeker een impuls, omdat, nou ja, ik wist niet hoe dat zou uitpakken. Dus ik ben daar naartoe gegaan met mijn camera en veel mensen geïnterviewd, verslag gedaan van het protest. Maar ik had geen idee dat het zo lang zou gaan duren. Dat wist eigenlijk niemand. Dus ik was hier de eerste dag, dat was heel intens en allerlei mensen kwamen erop af. Maar de tweede dag waren er meer tenten bijgekomen en de derde dag ook en het bleef groeien. Niemand wist eigenlijk hoe het zou lopen. Dus jij hebt daar al die tijd in gezeten, dat is echt beleefd. Denk je dat wij als kijker dat gevoel ook kunnen ervaren als we naar jouw documentaire gaan kijken? Ik denk het zeker. Ik laat echt het proces van het begin tot het einde zien. En je ziet heel erg duidelijk het verloop van het proces. Ik ben erin gestapt als echt wel als filmer, maar ik ben ook antropoloog. Dus ik ben daar gewoon aanwezig geweest. En ik heb veel gedraaid, maar ik ben er ook gewoon veel geweest zonder te filmen. Dus ik was er ook wel onderdeel van. En ik werd ook wel geaccepteerd als filmer daar. En ik denk dat je dat wel voelt als je de documentaire ziet. En wat is uiteindelijk je bedoeling met de film? Wil je mensen alleen informeren of wil je ook echt iets vertellen? Of? Nou, ik denk dat het een mooie inkijk geeft in wat er is gebeurd. En het is een mooi verhaal. Het is, want ik sta erin, maar ik sta er ook buiten. Dus ik vel er ook geen oordeel over. Je ziet echt gewoon aan je voorbij gaan wat er zich afspeelt. Je leert de mensen kennen. Mensen krijgen ook een gezicht. Wij kunnen waarschijnlijk nog heel lang over dit onderwerp doorpraten. Maar ik denk dat het nu aan de kijker is om zelf te gaan ervaren wat deze film met hem of haar doet. Dus ik wil je heel graag bedanken. En ik hoop natuurlijk dat heel veel mensen de website van crowdfunding gaan bezoeken en jouw documentaire willen steunen.